Goedemorgen allemaal. Vandaag is het Witte Donderdag. Wat vieren we op Witte Donderdag? Of waar staat Witte Donderdag voor? Witte Donderdag was de dag van het laatste avondmaal van Jezus Christus. En hoe ga je dat dan weer tekenen? Misschien moeten we gewoon een gedekte tafel tekenen met wat lekkere dingen die daarop kunnen staan. Het laatste avondmaal. Ja, dat moet toch wel bijzonder zijn. Laten we maar gewoon wat dingen gaan tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is het Witte Donderdag. En wat is er bij Witte Donderdag? Wat vieren we dan? Of tenminste, wat gebeurde er toen? Nou ja, toen was het de laatste avondmaal van Jezus. En hij was met al zijn discipelen samen. En daar brak hij het brood. En schonk hij de wijn. En dan zei hij, het brood is mijn lichaam en de wijn is mijn bloed. En zo zullen jullie mij altijd, als jullie dat delen, mij herinneren. Dus ja, het laatste avondmaal, brood en wijn. Het was dus waarschijnlijk niet zo'n luxe avondmaal. Of misschien werd er altijd brood en wijn bij het avondmaal gebruikt. Maar ja, dat is zo lang geleden, dat weet ik niet meer. Maar laten we eens brood tekenen en laten we eens wijn tekenen. Nou ja, wijn hebben we van de week heb ik ook al wijn getekend, maar laten we eens beginnen met brood. Nou, laten we dan een leuk vloerbroodje pakken. Zo. Zo, die is van de bovenkant dan een beetje. Zo. Dit is al een mooi brood zo al. Je kan natuurlijk ook gewoon een boterham, hè? Een knipbrood. Ik weet niet of je dat kent. Dus ook op de pakken hagelslag staat vaak. Boterham. Voilà, een boterham. Kan natuurlijk ook. En weet je hoe die oortjes eraan komen aan zo'n boterham? Dat is omdat ze als het brood bakken, dan in het midden opensnijden, waardoor die over het bakblik heen bakt. Ja, dat weet ik dan weer. Ik heb ook nog een bakkersopleiding gedaan ooit. Een blauwe maandag. Nou, blauwe maandag. Ik heb gewoon wel een bakkersopleiding. Maar goed, daar doe ik eigenlijk helemaal niks mee. Buiten af en toe is wat bakken met mijn kinderen. Goed, brood. Wijn, ja. Nou, dan krijgen we weer een glas wijn. Ik denk dat er even hierachter. Zo. Een wijn in. Lekker vol de glas deze keer. Reflectie op het glas. Zo. Alcohol. Dan kan je er nog wat bolletjes bij doen. Zo. Zeg je of dat het prik is. Ja, wijn. Wijnfles zou er ook nog bij kunnen zetten. Laten we die wijnflessen we hier nog bij tekenen. Ik weet niet of dat nog past zo. Dat komt wel erg zo op het randje. Een aparte wijnfles zie ik. Goed. Mooi wijnetiket erop. Wat druiven misschien. Zo.
Nou goed, het is wel echt op het randje van het papier. Ik zou zeggen, ga zelf eens kijken, verschillende broden. Misschien een leuke wijnfles natekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!